Goedendag dames en heren, welkom bij een nieuwe Illuminati Friday. En in deze video wil ik met jou wat dingen bespreken over een nieuwe tunnel die is geopend in Zwitserland. Een aantal dagen geleden is de grootste en langste tunnel in Europa geopend. En dat heeft plaatsgevonden in Zwitserland. Kijk, als wij iets openen in Nederland, dan komt meestal de burgemeester langs en die knipt een lintje door. En dat is meestal voor ons een opening. Maar in Zwitserland dachten ze er heel anders over. Deze tunnel werd dus in Zwitserland geopend en alle Europese leiders gingen daar naartoe. Frankrijk, Duitsland, noem het allemaal maar op. Alle leiders uit heel de wereld kwamen naar de opening van deze tunnel. Laten we eventjes gaan kijken naar het begin van de opening. Tot nu toe is alles eigenlijk best wel prima en denk je dan van nou, dit zou best wel een prima opening kunnen worden. Totdat het volgende gebeurde. Ik ben niet gauw in staat om dit soort video's te maken, maar toen ik dit zag dacht ik echt van oké, dit is echt zo weird. Dit wat we nu in beeld zien staat gewoon gelijk tot de Satan. En dat is eigenlijk best wel raar. Ik bedoel, waarom zouden ze dit als opening gebruiken? En waarom deze gelijkenissen? Wat heeft dit nou met een brug te maken? Wat heeft heel dat gebeuren, heel die opening, heel die ritueel, wat heeft dat te maken met een tunnel die is gemaakt? Wauw, waarom? En laten we nog eventjes een stukje verder gaan kijken. Alle wereldleiders zijn daar aanwezig, zien dit en denken die denken natuurlijk van oké, chill. Dus, ik vind het raar, waarom gebruiken ze dit als openingsritueel voor een tunnel? Ik bedoel, als de burgemeester langskomt, die knipt een lintje door, prima. Weet je, logisch, feestje gevierd, ballonnen, dat is logisch, maar dit is best wel vaag. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, laat het eventjes onder weten in de reacties. Oké, wat denk jij? Heeft het iets te maken met de Illuminati of totaal niet? Laat het even onder weten in de reacties, want ik ben echt heel nieuwsgierig wat jullie ervan vinden. Geef een like als je vindt dat ik meer Illuminati video's moet maken. En dan zie ik jullie gewoon gauw weer terug met een nieuwe video. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao.